allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag gaan we het over een klein knaagdier uit Noord-Amerika en Azië hebben, namelijk de gerbel. Als het goed is, moeten er in dit verblijf een paar gerbels zitten. Dus we gaan ze even zoeken. Gerbels zijn schemer- en nachtactief. Dus als je ze thuis hebt, zie je ze overdag eigenlijk niet zo heel veel. Nou, je ziet het ook, in deze bak zitten er een paar, maar ze zitten nu goed verstopt. Dus we moeten een beetje het zaagsel aan de kant schuiven. En dan hoop ik dat we zo meteen nog een gerbel tegenkomen. Ja, ik denk dat we dichtbij zijn. Nou, we hebben er eindelijk eentje gevonden. Kijk eens aan, wat een mooi diertje, hè? Steeds populairder als huisdier. Ik ga even kijken of je zo meteen op mijn hand kan zitten. Het enige wat het een beetje is aan gerbels, is dat het niet echt knuffeldieren zijn of zo. Ze vinden het helemaal niet heel erg leuk om opgepakt of geaaid te worden. Dus mensen moeten niet verwachten als je een gerbel hebt dat je er urenlang mee kan knuffelen. Want ze zijn best heel druk, heel actief. Nou, je ziet het ook aan, maar hij is ook niet heel rustig of zo. Even kijken of hij op mijn hand komt zitten. Nee, jammer weer. Kijk, nu komt de rest ook kijken. Ze zijn nu wel een beetje nieuwsgierig geworden allemaal. Het zijn ook meerdere gerbels hier. Het zijn ook groepsdieren. Je moet ze houden in een groepje tussen de 4 en de 6. Dus nooit een gerbel alleen houden. Want in de natuur leeft ze ook altijd in groepjes. Nou, zorg ervoor dat de temperatuur rond de 18 graden zit. En dan vermaken ze zich prima. Kijk, en dit bedoelde ik net al een beetje met dat het niet echt knuffeldieren zijn. Ik heb hem op mijn hand. Hij is super druk, super actief. En ik zet hem weer lekker naar beneden. Zo. Lekker bij je vriendjes. Wat trouwens heel belangrijk is als je gerbels gaat houden, dat ze echt, je ziet het ook al, een hele laag zaagsel hebben, zie je? Ze houden ervan om lekker te graven. In de natuur vind je ook vaak in holletjes. Ze leven namelijk in de woestijn. Daar is het overdag heel erg warm. Vandaar dat ze dan in een holletje leven, om ze een beetje te beschermen tegen de warmte. En in de woestijn is het 's nachts juist weer heel koud. En dan komt dat holletje ook goed van pas. En dan beschermt het ze weer een beetje tegen de kou. Nou, je ziet het ook al, ze zijn echt dol op graven. Ze hebben ook allemaal helemaal tunneltjes gemaakt hier zo onderlangs. En daar leven ze overdag in. En s'avonds op zoek gaan naar voedsel, dan komen ze eruit en dan leven ze hier een beetje. En het is dat wij er nu bij zijn, dat ze nu overdag ook buiten zijn. Hey. Hier hebben de gerbels een mooi waterbakje. Ze drinken niet heel veel trouwens, maar er moet natuurlijk altijd een waterbakje staan. Ze kunnen ook uit een flesje drinken, dat is ook prima. En als je een waterbakje hebt, moet je er even om denken. Kijk, hier is dat heel slim gedaan. Hier hebben ze een soort plateautje waar het waterbakje op staat. Maar het waterbakje moet je natuurlijk niet op het zaagsel zetten, want als hij dan omvalt, is alles zaagsel nat. Dit is het voer. Dit zijn gerbelbrokjes, speciaal voor gerbels. Het ruikt super lekker trouwens. Ik ga er maar niet eentje opeten, maar het ruikt echt heel lekker. Je kunt ze nog wat bijvoeren. Ze zijn dol op zaad, bijvoorbeeld tropisch zaad. Het is heel goed om er een beetje bij te geven. Dus je geeft voornamelijk dat gerbelbrok. Daarnaast kun je ook nog groenten geven, zoals sla, paprika, bloemkool, noem maar op. En af en toe ook wat dierlijk eiwit. In de natuur halen ze ook, eten ze ook wel eens wat insectjes. Dus zoals krekels, sprinkhaan of meelwormpjes. Dat is ook goed om af en toe eens te geven. En daar zitten weer veel goede vetten in. Ik denk niet dat jullie nu wat willen eten. Nee, ze zijn veel te druk met graven. Best lekker. Wat trouwens heel belangrijk is als je een gerbel hebt, zorg ervoor dat er een zandbadje is. Kijk, hier zit allemaal zand in. Dat is heel belangrijk, daar gaan ze in badderen. En als je dat niet doet, dan gaat het vet gaat uit de haren weg. En daardoor isoleert de vacht minder goed. Daardoor kunnen ze het heel snel koud krijgen en worden ze verkouden, noem maar op. Dus zorg ervoor dat er altijd zand in het verblijf is. Het verblijf op zich hoef je niet zo heel vaak schoon te maken. Mooie gerbels zijn echt woestijndieren. Ze drinken niet zo heel veel. En daardoor plassen ze ook niet zoveel in het verblijf. En blijven het dus lange netjes. Dus het zijn eigenlijk hele schone dieren. Trouwens nog een superbelangrijke tip. Als je een gerbel vastpakt, pak hem nooit bij de staart. Want die kan daardoor afvallen. En dat wil je natuurlijk niet. Dus pak een gerbel nooit bij zijn staart. En wat ook belangrijk is, is dat je niet, als je een gerbel pakt, dat je niet van bovenaf komt met je hand. Want daar schrikken ze dus van. Dus heel zachtjes ze zo één hand onder. En dan schep je ze zo op je hand. Gerbels die zijn 20 tot 23 dagen zwanger. Dan krijgen ze ongeveer 4 à 5 jonkies per keer. Nou, die worden helemaal kaal, doof, blind geboren, dus ze kunnen helemaal niets. Na 2 weken kunnen ze een beetje zien, kunnen ze een beetje rondlopen en dan gaan ze een beetje het verblijf verkennen. En na 5 tot 6 weken ongeveer, dan gaan ze bij de ouders weg.
En dan gaan ze al op zichzelf. Nou, dit was de aflevering over gerbels. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. Ik vind het zelf hele leuke dieren. Maar als je echt op zoek bent naar een knuffeldier, dan kun je beter geen gerbel nemen. Want je ziet het al, ze zijn veel te druk en te actief. Overdag zie je ze ook niet, dus je kunt ze alleen 's avonds en 's nachts kun je ze zien. Dus wil je een knuffeldier, dan is een gerbel misschien niet het ideale dier voor je. Maar wil je graag dieren die 's avonds veel bewegen, veel energie hebben, dan zijn gerbels ontzettend leuke dieren om naar te kijken.